Hey fijne mens, welkom op mijn kanaal. Fijn dat je kijkt. Als je terug bent, van harte welkom. Super dat je geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling, codependency, verlatings- en bindingsangst, relatiedynamieken. Noem maar op, ik behandel ze hier. Ongeveer één keer per week probeer ik een casus van jullie te behandelen en daar ga ik vandaag mee aan de slag. De vraag is van Erik, het is zijn echte naam, hij wilde zijn echte naam gewoon gebruiken. En die zei, kan je een film maken over durven of niet kunnen ontvangen van een compliment? Ik schiet dan zo in de stress dat ik onmiddellijk het woord moet hebben en daaroverheen moet praten. Nou, daar ga ik dadelijk mee aan de slag. Mijn naam is Lars Faber. Ik ben bewustzijnscoach en opleider. Ik begeleid ademcoaches op. Ik ben hier zo'n 20 jaar mee bezig. En vanuit die hoedanigheid als ervaringsdeskundige ga ik dit soort thema's behandelen. Ik kan hem zo uit mijn blote bol doen. Maar het fijne is dat we die twee testjes beschikbaar hebben. Ook in het geval van Erik. We hebben de codependency test en we hebben een Heart Defender test die kun je gratis doen. Die link ik altijd in de beschrijving hier. Zodat je vrij snel inzicht krijgt in hoe jouw beschermingsmechanismes in relaties, met name de relatie met jezelf en horizontaal gezien de relaties met anderen, hoe die werken. Hè, want zo'n vraag kan iedere psycholoog natuurlijk beantwoorden. We kunnen er allerlei ideeën over hebben. Maar met deze hulpmiddelen, met die testjes erbij, wordt het voor mij in ieder geval veel makkelijker om zo'n vraag te beantwoorden. Ik heb het even voorbereid dit keer. Ik ga 3 archetypes van jou behandelen, Erik. Dankjewel in ieder geval voor het insturen. Dankjewel voor je moed, ook om je echte naam te gebruiken. Dat hoeft niet. De meeste casussen behandel ik anoniem. Erik is een student van mij, van de ademcoachopleiding. Hij heeft vorig jaar de ademcoachopleiding gedaan. Kwam binnen heel gesloten, heel timide. En die vond gaandeweg zijn kracht, die vond zijn levensmissie, zijn levensenergie. En ik vind dat echt waanzinnig. En ik ben ook een van de daders die jou een groot compliment heeft gegeven hiervoor. Want jij kreeg in een van jouw ademsessies kreeg je een visioen. Daar ga ik verder niks over vertellen, dat is van jou. Maar dat heeft wel het een en ander in gang gezet. Heeft je op je missie op aarde hier gewezen. Nou, dat vind ik echt waanzinnig. Je hebt daarna je werk als ambtenaar vaarwel gezwaaid, je vastigheid, je zekerheid opgegeven. Je bent in diepe gesprongen, bent nu zelf mensen aan het coachen en in diepe processen aan het begeleiden. Nou, als opleider, en als opleider ben ik eigenlijk de vader en ook een beetje de moeder. Dus ik moet bedding geven, ik moet warmte geven, ik moet veiligheid geven. Maar dat zeg ik ook altijd aan het begin van de opleiding. Ik ben ook de vader die je op een gegeven moment een zet gaat geven, die je uit gaat dagen, die je... spannende dingen gaat laten doen. Met nog steeds veiligheid. Je kan altijd terugkeren. Je kan altijd met de thema's waarmee je bent, kan je weer veilig terugkeren in het nest. Er ontstaat vrij snel, heb jij ook ervaren, dan heel veel veiligheid. Heel veel hechting in de groep. Veilige hechting, waarbij je heel diep kan gaan. Nou, dat ben je gegaan. Daarvoor ongelooflijk veel nog een keer een compliment. Want ik vind dat echt waanzinnig als iemand zo gesloten binnenkomt en... ja, nog steeds wel struggled, net als ik. Bijvoorbeeld met dansen. Nou, daar hebben we vaak genoeg gein over gehad samen. Ik heb ergens een takkenhekel aan dansen. Nou, dat doen we heel veel in de opleiding. Voor en na een oefening altijd wel 1 of 2 dansoefeningen. Of vrije dansen of wat dan ook. Daar bevries ik normaal gesproken ook in. Nou, ja, ook in het begin. Je bent zelfs naar een ecstatic danceavond die wij gaven in Zaandam. Ik draai daar vaak plaatjes. Ben je gekomen en... daar was ik dader, want aan het eind van die ecstatic, toen we even met z'n allen in zo'n hele fijne, harmonieuze sfeer zaten, heb ik een compliment gegeven voor de groep. Gezegd van jongens, er zit iemand in ons midden die een hele grote stap heeft gemaakt. Volgens mij was het op dat moment jouw laatste werkdag als ambtenaar. Nou, dat is dus bij jou verkeerd gevallen. Excuses namens de directie. Maar fijn dat je daarover je vraag instelt. Hè? Fijn dat je dus de vraag stelt van, hé, waarom kan ik geen compliment ontvangen? Nou, daar gaan we vandaag naar kijken. Ik ga je ook nog een boek tippen. Dat ga ik je meteen tippen, want dat ga ik anders weer vergeten. En dan kijk ik mijn filmpje terug en denk ik, oh fuck. Het boek vergeten. Het boek heet Liefde geven, liefde ontvangen van John Wellwood. John Wellwood is een fantastische psychotherapeut. Ik weet niet of hij psycholoog is, maar psychotherapeut weet ik wel. Dat is onder andere de man die dat boek of de term heeft gecoind. Spiritual bypassing. Dus de dingen die we doen om onze spirituele lessen niet door te gaan, maar allerlei teachings omarmen. Die helemaal niet voor ons zijn op dat moment, waarmee we onze lessen ontlopen. Nou, jij doet dat niet. Dus daar is het boek niet voor, hoor. Om dus de spiritual bypassing voorbij te komen. Jij kijkt de draak in de ogen aan, dus je krijgt nog een compliment van me.
hele filmpje ga ik je complimenten geven. Erik, een heel groot compliment voordat je de draak aankijkt. Voordat je het thema benoemt, iemand geeft een compliment. Je hebt dat pas met een vriend gehad, want daar schreef je ook over. Die gaf jou kennelijk ook een compliment. En dan gebeurt er dus iets in jou. Je kan het niet ontvangen, want je gaat er dus dan overheen praten. Je gaat er... het wordt te ongemakkelijk. Er wordt iets geraakt in ieder geval. Ik gebruik het ongemakkelijk, maar dat zeg jij dan. Oh, je schiet in de stress. Nou, dat vertaal ik dan eventjes als ongemakkelijk. Laten we naar je casus kijken. Laten we hem gewoon even rustig behandelen. Zo rustig als ik kan. Ik probeer ook een beetje snel te praten. Om de filmpjes niet te lang te maken. Meestal halen we zo wel de 40, 50 minuten. Maar misschien zijn we over 5 minuutjes klaar. Als ik een beetje doorpraat. Dus je hebt in eerste instantie, toen je de opleiding begon, heb je de Heart Defender test gedaan. Daar scoorde je toen allemaal zo rond de 60 en 70%. Dat scoorde je vrij hoog. En nu, weet ik wat, 1,5 jaar na dato, zijn die al aan het zakken. He, daar schreef je ook over. Je hebt nog steeds een flinke pleaser. Rond de 60% je innerlijke critic is 53. Hesitator 46, avoider 53. En die gaan we dadelijk naar kijken. Op basis van jouw score. Marter 46, een steamroller 46. En, he, dus daar heb je eigenlijk al je werk gedaan. En ik denk met name dus op die avoider. Die heb ik ook heel sterk. En dat is degene die op de dansvloer bevriest. Die erg denkt, oh mijn god, nu wordt er iets van me verwacht. Dat gebeurt er in ieder geval in mij, misschien in jou ook. Je ziet iedereen voor je gevoel vrij dansen, vrij bewegen. En dan denk je, ah, dan zit ik met mijn houterige beweging. En dan praat ik voor mezelf, hè. Oh mijn god, ik moet hier ook leuk doen of wat ook. Ik bevries daarin. Dus ik ga ook heel veel dansen zelf, als ik kan. Juist om dit aan te gaan, om de draak aan te kijken, om niet spiritual te bypassen. En stil te gaan mediteren in mijn eentje in een hoekje, want dat kan ik wel. Maar juist om het aan te gaan. Nou, jij doet dat dus ook. Nog een keer een compliment. Blijf het gewoon een hele filmpje doen, Erik. Je weet wat een vervelende klier ik ook kan zijn. Maar een 1,5 jaar later, ik weet niet precies op jouw tijdspad, ontwikkelde ik de codependency test ook. Dus nieuwe inzichten, dus nieuwe vragen ook, nieuwe thema's om te onderzoeken. Hoe is jouw verbinding in relatie, met name met je ouders en in de relaties die je nu hebt, in de liefde? En daar scoor je nog vrij hoog op. En dat is niet, bedoel ik nu niet om je te beoordelen of zelfs te veroordelen, maar dat is dus nieuw onderzoek. Je scoort daar op de control freak, 86,8%. Die is ook gelinkt aan dat avoid. Dus die heeft ook een vermijdende hechtingsstijl, ook wel genoemd bindingsangst. Dus die gaat de relatie met het leven niet aan. En daarom is dus ook dit dansen ook zo belangrijk. Is ook een van de dingen die ik op de opleiding vaak zeg. Waarom dansen? Er komen wel meer mensen naar me toe die een hekel hebben aan dansen. Hallo, moeten we nou weer dansen? Ja, we moeten dansen. Want deze energiepatronen, deze archetypes, die gaan niet alleen... hoe noem je dat? Die nemen niet alleen je geest in, maar die nemen je hele lichaam. Iedere cel, iedere spier. Hell en Sylvia Stone noemden het ook wel zelven of energiepatronen. Patronen, en dat woord komt al heel dicht in de buurt wat we zoeken, die kunnen dus je energie via je zenuwstelsel compleet, als er een trigger is, beheersen. Hoe je je spieren beweegt, hoe je je botten beweegt, hoe je je hele lijf beweegt. Dus het dansen is een hele mooie metafoor, dus blijf dat alsjeblieft doen. Ik ga je nog geen complimenten voor je dansen geven. Blijf lekker dansen, alsjeblieft. Blijf lekker dansen, blijf bewegen. Ook als je zelf met groepen werkt, ga met mensen dansen. Want als we namelijk getriggerd worden, en we worden ook in zo'n opleiding natuurlijk genoeg getriggerd door die vervelende oefeningen die ik soms geef, hè, om je dus eventjes naar de afgrond te duwen, precies daar waar de pijn zit, dan bevriest ons energiesysteem. Met name in jouw avoider. Dus deze, dat zie je ook aan de levenshouding, dat is ongelooflijk goed getekend. Door de tekenaar Tom van der Linden, die trekt zich terug. In hechtingstermen, die minimaliseert zijn energie. Dus die heeft op een gegeven moment vervelende dingen meegemaakt in de jeugd. En die heeft op een gegeven moment besloten, onbewust, uit een overlevingsinstinct. Als ik hier naar mijn energie, nou maar zoveel mogelijk in mezelf terugtrek en me niet laat zien, dan loop ik het minste gevaar. Dan word ik het minste geboelied, beoordeeld, uitgelachen, bekritiseerd. Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is bij je thuis. Maar als je dus scoort, is ook een van de dingen die een wetmatigheid is in ons werk. Ik probeer zo min mogelijk in absolute te praten. Maar een wetmatigheid is als je hoog scoort op die codependency test, kom je uit een dysfunctioneel gezin.
Noem ik ook wel chaotisch gezin. Ik gebruik ze een beetje door elkaar. Chaotisch wordt in de hechtingstheorie veel gebruikt. Een dysfunctioneel gezin is meer therapeutenterm. Maar je scoort op die control freak score je op. De victim score je op 80%. Helpaholic 80. Love addict 80. Dus dat is allemaal flink ontwikkeld. En dat betekent in mijn termen, in mijn woorden en in mijn manier van kijken, dat je dus een kernverwonding hebt op het vrouwelijke. Ja, dus op liefde ontvangen. Die is belangrijk voor wat we dadelijk gaan bespreken. En je hebt een verwonding op het mannelijke. Jezelf in de wereld manifesteren. En dat dansen, het lijkt natuurlijk een vrouwelijke beweging. Maar als je je bewegingen wil gaan maken, is een mannelijke beweging naar buiten. Ja, van je autonomie, van je authenticiteit, van je vrij voelen om je uit te drukken in de wereld zoals jij bent. Jij hebt op allebei een verwonding. En dat is niet om je nu heel erg zorgen over te maken. Dat is nu gewoon om je bewust van te worden. En daar ben je je van bewust. Daar ben je mee bezig. Dus blijf dat doen. Maar laten we eerst eens even nog verder kijken. We weten nu je scores. We weten iets meer over, ja, over jouw beschermingsmechanismes. Dus je hebt een compliment ontvangen gaat niet. Dat gaat niet. Daar ga je mee dicht. Ik heb een nieuwe pen aangeschaft, jongens. Ik heb flink geïnvesteerd, een nieuwe pen. En dan gaan we eens even kijken wat er nog meer speelt. Hè. Dus je krijgt stress. Stress kunnen we naar kijken. En dan krijg je een respons. Dan ga je daar overheen praten. Ja, op het ontvangen zit iets. Er zit hier iets achter wat denk ik niet vaak gezien wordt. Of ben ik weer de vis die als laatste het water ontdekt. Zou zomaar kunnen. Is dit een kenmerk van de empathische helperholic, maar dan van de negatieve kant ervan? Dus de helperholic heb jij ook ontwikkeld, hè? Boven de 80%. Deze, ja, dus laten we daarop ingaan. Zeker een aspect van de helperholic, maar dan van de negatieve kant wel kunnen geven, maar niet ontvangen. Nou, je hebt hem zelf eigenlijk al beantwoord, oké. Dat hoeven we niet meer te doen. Ik heb namelijk bij mezelf ontdekt dat ik heel slecht een compliment kan ontvangen. En dat dit dus ook een probleem is, vond ik tot nu toe helemaal niet, namelijk. Oké, je hebt nu dus... Het is geen probleem, het is bewustwording. Maar met dat we het een probleem noemen, dan komt jouw innerlijke critic en die zegt, Erik, er is iets mis met jou. Kijk nou maar naar die testen. Er is iets grondig mis met je. Terwijl dat is niet de energie om te veranderen. Het is niet om jou te betuttelen of om te beleren. Maar het is gewoon om te zeggen, haal het uit het woord probleem. Er is geen probleem, er is bewustwording. Je bent nu... 50 jaar na dato, bewust van, oké, dit is dus één van mijn patronen. En, dat heb je gemerkt, in de opleiding, maar ook daarna en in alles wat je doet, deze patronen zijn niet vast. Ze zijn te verleggen, ze zijn te transformeren. Allereerst door ze bewust te worden. En dat doen we vooral in deze sessies. Hè. Op de opleiding werk ik met jullie energetisch, werk ik met het lichaam, werken we in healingcirkels, in coachings, noem maar op. Maar hier werken we met name naar het mentale, het voeden, van je hersenen met nieuwe informatie, zodat je gewoon nieuwe besluiten kan gaan nemen en nieuw gedrag kan gaan vertonen. Dat is een belangrijk aspect. Het is niet het hele aspect, maar het is wel een belangrijk aspect dat je inzicht krijgt. Je vond het geen probleem, is ook geen probleem meer. En je wordt je er bewust van. Ja, dus hebben we eventjes geherkaderd. Heb je zelf meegemaakt met mij op de danceavond. Hè? Dat is die ecstatic avond waar ik het over had, waar ik me achteraf niet echt happy over voelde. Dus je kreeg een compliment, de hele groep zag dat je een waanzinnige stap had gemaakt in je leven. Je kreeg daar volle bewondering van iedereen, want iedereen ziet dit als ook een nieuw archetype. Hè? Dus eigenlijk het archetype van de held die het onbekende instapt, die zijn zekerheid opgeeft en die zegt, ik ga het avontuur aan. Nou, ik vind dat waanzinnig. Laatst gaf een vriend mij een compliment en dat kon ik ook niet ontvangen. Sterker nog, ik moet er dan overheen praten en mijn eigen visie erop geven. Herken je dat? Ja, dat is iets van de helperholic. He, dus het verminderen. Zo belangrijk ben ik ook weer niet of wat dan ook. Hij pikte dat niet en werd er boos over. Ja, natuurlijk, want hij geeft iets. Hij brengt zijn energie in. En dan zeg jij, ho, hierdoor besef ik wel dat ik ergens een probleem heb. Dan komt hij hier, hou er nou eens mee op, man. Ik stop vanaf nu met complimenten geven. Nou ben ik er klaar mee, Erik. Dit is geen probleem. Maar de vraag is, welk probleem? Het is geen probleem. Het is bewustwording. Het is iets wat jij als kind hebt aangeleerd, wat je niet anders kon op dat moment. Door het een probleem te noemen, geven we eigenlijk dat jochie van 2, 3, 4 jaar oud die dit geleerd heeft, die geven op zijn kop. Zeggen we, kom op man, je bent een probleem. Niet doen.
Er is bewustwording, er is een innerlijk kind in mij, die vindt dit ontzettend moeilijk om te ontvangen. Ja, daar gaan we dadelijk op verder, als ik eraan denk. Zelf denk ik dat ik te bang ben om kwetsbaar te zijn voor oordeel. Want een compliment is ook een oordeel, maar dan positief. Dus het oordelen en veroordelen, dat geeft jou angst. Ja? Schrijf ik hier ook even bij me. Dus dat levert angst op. Hè? En vertaal dat dus. Dit is niet de, ik weet niet precies hoe oud je bent, ergens boven de 50. Dit is niet de 50-jarige man die daar bang voor is. Dit is jouw innerlijk kind die bang is. En die heeft dus geruststelling nodig. Heeft niet nodig om te horen van mij of van jou dat hij een probleem heeft. Ook al werd jouw vriend daar boos over. Ja? Maar op het moment dat je je daar dus kwetsbaar in kan zijn en kan zeggen, oké, ik kan dit niet. Mijn jongetje wordt er ontzettend bang van. Die ga ik onder mijn hoede nemen. Gaat dit patroon al veranderen? Zelf denk ik dat ik te bang ben. Daar is die. Om kwetsbaar te zijn. Veroordeeld. Ja? En dat heb je ook opgeslagen in je systeem. Ik wilde eigenlijk gelijk induiken met je innerlijke criticus. Die is ook ontwikkeld. Dat kan niet anders. Dat zeg ik ook altijd. Dat is ook weer zo'n wetmatigheid. Als je zo scoort op codependency, wat dus ook weer bewustwording is, dan zit daar altijd een innerlijke criticus bij. Die boodschappen, in de psychologie wordt het genoemd bad object. Je hebt je innerlijk van jezelf een bad object gemaakt. Je hebt jezelf ben je gaan veroordelen op de kritiek die je te verduren krijgt. Een compliment is ook een oordeel, maar dan positief. Mm-hmm. Vanuit voorwaardelijke liefde, daar komt hij. Je gaat zelf al een antwoord geven. Vanuit voorwaardelijke liefde in de opvoeding, vanuit oordeel ben ik daar allergisch voor. Gaan we weer vertalen. Jouw jongetje die heeft in zijn vroege jeugd meegemaakt dat de liefde niet te vertrouwen is. Is natuurlijk uiteindelijk weer innerlijk kindwerk voor mezelf. Mooi, je krijgt weer een compliment van. Goed zo. Innerlijk kind vraagt, haal het oordeel weg. Word hier bewust van. Word bewust dat iedereen dit doet. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Als je zo op codependency, op die verschillende aspecten scoort, is daar een innerlijke criticus die altijd aan zichzelf gaat twijfelen. Die dingen zegt, er is iets mis met je. Je bent te dom hiervoor. Of jij moet hard werken om iets te bereiken. Of wat. Ik krijg alle mogelijke akelige boodschappen van vroeger thuis. Die neemt hij op. Ik zie hem bijna rondlopen met zo'n klein veldrecordertje. Die neemt al die boodschappen op. En in de delen van de hersens waar dit ingenesteld wordt, voordat de neocortex ontwikkelt, die kan zien dat sommige dingen relatief zijn. Soms ben je een beetje dom. Soms ben je slim. Soms ben je te veel. Soms ben je te weinig. Die kan gaan relativeren hoe die zich beweegt in de wereld. Maar juist dat niet gebeurt. Dus er komt een soort absoluut oordeel overheen. En als ik er mis zit, zoals altijd, schrijf het mij. Ik ga hiermee aan de slag. Maar is dit ook een symptoom wat vaker voorkomt? En ik ben wel benieuwd wat jij hiervan vindt. Nou, mooi. Daar ga ik je dan dadelijk iets over vertellen nog. Maar laten we even de rest nog even, nog een halve pagina. Ja? Ooit heb je wel eens voorgesteld om een film te maken over negatieve vrouwelijke deel. Ik ben hier inmiddels wel verder mee. In plaats van boos zijn op de slechte vrouwen, gaat het om vergeving en omarmen van het verdrietige kindsdeel in mezelf dat gekwetst is. Door het aangaan van toxische relaties vanuit codependentie. Ah, oké, eigenlijk. Ik heb jij toen een keertje gezegd van, want je was heel boos op de verborgen narcisten in je leven. Kan ik me herinneren. Toen zei ik van, daar kan ik wel eens een keertje aandacht aan besteden. Maar dat is dus kennelijk niet meer nodig. Je hebt voor jouw verdrietige kindsdeel gezorgd. Dus mooi dat je die route nu kent. Onvermijdelijk zie ik nu, omdat ik als baby de gevoelens moest dragen van mijn moeder. Met oorlogstrauma en postnatale depressie. Ja. Gaan we nu niet verder op in, want dat hoort bij een andere casus. Maar mooi dat je daar oplossingen in hebt gevonden. Dat je dus nu voor je eigen innerlijk kind zorgt. Weer een compliment. Maar indien interessant is dat misschien een leuk onderwerp. Oké, dat doen we dus niet. Wie weet. En natuurlijk weer zoals altijd, geniale filmpjes, dus ga zo door. Hey, compliment voor mij. Dankjewel, Erik. En later schreef hij er nog over, het heeft te maken, dit compliment ontvangen met in controle blijven. Aha. Dus in controle willen blijven, dat controle willen blijven, dat is deze. Ja, dus dat is
eigenlijk een archetype wat zegt, ik heb niemand meer nodig, ik doe het vanaf nu allemaal zelf. Dan hoef ik namelijk ook die ellendige pijn niet meer te voelen van vroeger. Dus in controle blijven in verband met het ervaren van onveiligheid in groepen vroeger, op kleuter en lagere school. Is altijd wel een jaloerse eikel, zo zit nog boosheid bij, die een compliment gebruikte om mij hiermee laten voor lul te zetten. Oh, dat is ook akelig. Ja. Mensen die eerst een compliment maken en je dan eigenlijk in je kwetsbaarheid, daar zit hij. Mensen konden niet overweg met jouw kwetsbaarheid. En kindjes zijn daar ook ellendig in. En let op, ik denk dat de verwonding eerder is. Ik denk dat de verwonding veel eerder zit. En kindjes op school, die voelen dat. Dat is een instinct. Die voelen als er iets met een kindje is. Die gedraagt zich net even iets anders. Die wordt in jouw geval misschien wat hoekiger in zijn gedrag. En hoekiger bedoel ik, die reageert niet flexibel. Die beweegt niet mee. He, als dan zo'n eikel zo'n jou voor lul zet, kan je hem natuurlijk ook net zo hard voor lul zetten. Of je kan omlachen. Ik weet niet hoe oud je bent, maar je kan ook zeggen van, nou, ik vind het niet leuk dat je dat doet. Maar waarschijnlijk incasseer je dan de pijn vanuit die avoider, die trekt dat in zich. En daar komt wrok, hè? Komt wrok bij het hart. Gaat op een gegeven moment vastzitten. Als mensen dat vaker doen, eventjes een pauze. Je hoofd boven het maaiveld hebben is dus gevaarlijk, was de boodschap. Nou snap ik ook inderdaad waarom je, als je in zo'n groep echt gezien wordt als iemand die iets geweldigs doet, dat het dus tegelijkertijd ook gevaarlijk wordt. Ja. Dat kreeg je ook van je vader te horen, dus er is ook nog familie-energie. Ja, dus dat wordt als een, die familie-energie wordt vaak als een estafettestokje van generatie op generatie met dit soort lessen van steek je hoofd niet boven het maaiveld, jongen, of dan gaat je kop eraf. Dat soort lessen krijg je ingepeperd. Ook vanuit mijn opvoeding door mijn ouders, dat er alleen complimenten waren als ik positief schoolresultaat haalde. De rest deed er niet toe. Ja, dus dat is wat je op de andere kant noemde. Dat is voorwaardelijke liefde. Dus je werd wel gezien. En je werd misschien ook wel beloond en geprezen. Maar dan als je je best doet. Nou jongen, je hebt een 8. Volgende keer voor een 9 gaan. Je doet dat goed. Met dat soort boodschappen. Maar om wie jij echt bent, om je kwetsbaarheid ook en je kracht en jouw levenspad en de mens die jij aan het worden was, daar werd je dus kennelijk, en dat laat je scores ook wel zien, gewoon niet of onvoldoende in je gezin. Gesteund, begrensd, gesupport, aangemoedigd, soms uit het nest geduwd. Dat gaat de vader op latere leeftijd doen. Op latere leeftijd wordt je vader belangrijk. Maar er zitten een aantal verwondingen onder. Het was dus nooit... Oh, hier komt nog iets voor, sorry. Dus je bent allergisch. Zelfs voor positief oordeel. Dat vertrouw je niet. Ja. Het was dus nooit onvoorwaardelijk. Dus voor mij is een positief compliment dus gevaarlijk en ook niet onvoorwaardelijk. En dat is ook echt. Ik herinner me dat van mijn eigen mentoren ook. Die kon ik in het begin ook niet vertrouwen. Die ken ik nu 20 jaar. En ik, godzijdank is daar heel veel in gebeurd. Maar ik begrijp dit als geen ander. Als je niet in jouw nest van oorsprong geliefd ben geweest, aangemoedigd, bewonderd en ook op een gegeven moment begrensd. He, als dat allemaal niet gebeurd is, maar er was voorwaardelijke liefde, ja, dat gaat pijn doen, dat gaat knellen. Dan komen die kinderen er op school nog een keertje overheen. Dan krijg je een kernverwonding rond dit thema. Dit complimenten ontvangen is niet de verwonding zelf, dat is de trigger. Die triggert naar iets wat vroeger vervelend voor je was. Of vanuit huis, waar je dus alleen maar complimenten kreeg voor schoolwerk, maar niet voor wie jij was. En dan ga je dan op een gegeven moment ga je daar leren terugtrekken. En je gaat, als je wat ouder bent, ga je deze ontwikkelen. Dus dit is eigenlijk een verlengstuk van deze, moet ik zeggen. Dus je gaat een vermijdende hechtingstijl krijgen. En op een gegeven moment zeg je, weet je wat, ik heb hier niemand meer nodig. Ik doe het zelf wel. Dan kom je op dat thema van jouw vraag van waarom kan ik geen compliment ontvangen. En daarom is dat boekje ook zo belangrijk van John Wellwood. Als je het interessant vindt, ga het lezen. Want die zegt ook van, kijk, wat is het boek heet niet voor niks, liefde geven, liefde ontvangen. Liefde geven kan je als geen ander. Ja? Dus je hebt op een gegeven moment geleerd, als ik nou heel lief ben en heel erg mijn best doe, en doe wat er moet hier in huis, inclusief je school,
en goed luister en beleefd ben. Je bent een keurig, beleefd persoon geworden. Ja? Waar is je rauwheid gebleven? Waar is je, weet je, je passie, je levenslust? Die is onderdrukt. Die is onder dit prachtige, mooie, valse zelfbeeld. Ja, want het is niet wie jij bent. Het is ook wie je bent. Hè? Zo moet ik het wel zeggen. Het is niet alleen maar vals. Je bent ook een fijn mens. Je bent ook beleefd. Maar er is van alles onderdrukt. Inclusief die wilde impulsen. Inclusief je woestheid. Ja? Dus je vermogen om je grenzen aan te geven. Je vermogen om nee te zeggen. Inclusief je vermogen om een compliment te ontvangen. Want wat gebeurt er? Wat is een compliment? Een compliment is liefde. En bij mij kun je nog denken van, ja, maar wacht, leuk, goed verhaal, als je bent de opleider, dus je moet mij wel een compliment geven. Ik kan echt uit mijn hart zeggen, ik vind het oprecht echt onwijs gaaf voor jou, dat je in een opleiding wakker wordt en je visioen ziet en daarna gaat handelen. Dat vind ik echt oprecht heel gaaf. Dat is mijn vaderlijke hart wat spreekt. Als mijn jongens, er zit hier één kamer verderop, zit nu mijn zoon, die is DJ aan het worden, die wil ook dolgraag plaatjes gaan draaien. Ik vind het geweldig als hij zijn passie vindt en het gaat doen. Dat is gewoon vaderlijke energie. Wat mij betreft is die onvoorwaardelijk. Daar kunnen we nog over discussiëren. Maar dat wordt bij jou dus ontvangen op de lage. In eerste instantie van allergie. Het gaat vervelend voelen, maar daar zit iets anders onder. Want wat gebeurt er namelijk als die laag van allergie en je verdedigen, als dat dus even niet meer werkt voor zo'n groep waar je een compliment krijgt of van jouw maat, die iets in je ziet wat hij geweldig vindt. Jouw defense werkt niet meer. En natuurlijk komt dan eerst het wantrouwen, maar er gebeurt iets anders. Al die opgeslagen energie die daaronder zit, hè, dus je wildheid, jouw woeste wildheid, je passie, je leven, dus al die stukken die je bent gaan onderdrukken, ja, met deze kracht, met die vermijdende hechtingstijl, met het terugtrekken van het leven in je en het onderdrukken, dat is wat het compliment raakt. Dat is wat mijn compliment en die compliment van jouw maat en van anderen gaat raken. Dus dat gaat eigenlijk niet, wat mij betreft, om het compliment. Dat is alleen maar de trigger. Het gaat ook niet om de beweging daarachter. Het gaat om dat jij in de diepte een verwonding hebt opgelopen. In eerste instantie denk ik op het mannelijke. Ja, dus eigenlijk op allebei. Dat vertellen je scores in ieder geval. Maar op het mannelijke, ben je betutteld? Ben je niet gezien? En ben je energie gaan terugtrekken? Je energie om je te manifesteren, nou, die komt nu naar buiten. Door je visioen, door wat je mee hebt gemaakt, door de processen, die komt naar buiten. Dus alsnog komt je zielskracht door je ogen en door je hele systeem komt het naar buiten. Maar dat mag nog niet gezien worden. En daar zit omheen een laag die heet giftige schaamte. Giftige schaamte is jouw gevoel wat je stress heb genoemd en wat je allergie hebt genoemd. Ik vertaal die en dat is een woord van wanneer koesteren hoop betekent. Hoe heet die man? Maakt even niks. Ik wou zeggen Joseph Campbell, maar dat is het niet. Zoek het maar op. Het boek heette ook Vrij van Schaamte, meen ik. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar dit is dus een bekend thema, ook bij codependency. Iedereen die codependency heeft, bijna iedereen heeft dus die sterke innerlijke criticus, maar dus ook die laag met giftige schaamte. En waar zit die giftige schaamte omheen? Om je identiteit. Ja? Dus om jouw identiteit, om wie jij geworden bent, daar houdt die innerlijke criticus jou stevig in de gaten of je nog wel veilig bent. Ja, of je niet weer kwetsbaar gaat worden. Want kwetsbaarheid wordt door die vervelende kinderen, door die vervelende andere belangrijke mensen op jou, in jouw leven, die wordt voor lul gezet, zoals je dat noemde. Hè? Dus daar wordt giftigheid eigenlijk ingeplant. Van, het gaat heel akelig voelen om kwetsbaarheid te zijn. En kwetsbaar betekent dat je bij je eigen zachte, ware zelf bent. Ja? Je zachte. Dit wordt ook wel door boeddhisten, deze zachte plek in jezelf wordt genoemd de tender soft spot. Dat zie je ook als je de boeddhistische monniken ziet. Die hebben de zachtheid in zichzelf vereenzelvigd. Daarom is wat ik helemaal in het begin ook zei zo belangrijk. Dat je dat oordeel, je eigen oordeel van het probleem eraf haalt. Er is geen probleem. Er is iets verdrietigs gebeurd in je jeugd. Ja? Dus jouw tender soft spot, jouw ware natuur, jouw boeddha natuur wordt hier genoemd.
Je ware gelaat wordt die genoemd. Je zachtheid, die is beschaamd, die is onderdrukt. Die had geen ruimte in dat gezin. Hè, met een moeder met oorlogstrauma. Vader weet ik eventjes niet. Volgens mij schrijf je daar niet over. Maar dat maakt niet uit. Er is iets gebeurd in zowel de lijn met de vader als met de moeder. Je was niet welkom. Er was geen, er komt het woord onvoorwaardelijke liefde voor wie je werkelijk bent. En dan ga je dus allerlei strategieën uit de kast trekken, waaronder dus die avoider. Maar ook deze. Dit is namelijk de andere beweging. Dit is de beweging van, ik moet altijd iets goeds voor anderen doen. Ik moet anderen dienen om liefgevonden te worden, om oké te zijn, om fijn gevonden te worden. Daar zit eigenlijk dezelfde verwonding, maar deze doet dat vanuit verlatingsangst. Deze, dus die avoider die je hebt, die doet het uit bindingsangst. Die wil het gewoon niet meer voelen, die wil zijn eigen kwetsbaarheid en die tender soft spot, die wil die niet meer voelen, dus die onderdrukt die. Dan gaat hij daarvoor in de plaats, het zijn eigenlijk allemaal keerzijden van dezelfde medaille, gaat hij uit verlatingsangst, want hij wil wel liefde, gaat hij heel lief doen, gaat hij heel aardig doen, gaat hij heel aangepast doen. Gaat hij beleefd doen, gaat hij goed kijken als ik hier nou harmoniseer en voor die ouders die vervelende dingen mee heb gemaakt. Als ik daar nou heel aardig en lief voor gaan zijn en goed ga kijken hoe lopen de hazen hier, wat heb ik te leveren hier thuis. Dat is denk ik wat mij betreft de verklaring van wat je hier schrijft. Het is dus een psychologisch patroon van ik kan geen liefde, of ik kan geen complimenten ontvangen. Ik kan je dan vertalen naar ik kan geen liefde ontvangen. Liefde ontvangen is te gevaarlijk. Is te kwetsbaar, dan word ik kwetsbaar. Als ik kwetsbaar word, dan komen die traumaresponses, dan ga je allergisch voelen, dan ga je stress ervaren in je systeem, voel je heel ongemakkelijk. Dan ga je heel druk praten, dan ga je er overheen met wat jij ervan vindt. Maar dat zijn alleen maar oppervlaktesymptomen. Daaronder, en daar heb je dus ook dieper in te gaan, zit een jongetje dat geen liefde kan ontvangen. Daarom is dat boek ook zo belangrijk, liefde. Geven, liefde ontvangen. John Wellwood legt het ook prachtig uit in dat boek. Daar ga ik nu niet op in, maar dat mag hij doen in dat boek. Als je dat interessant vindt, lees dat. Even kijken, zijn er nog dingen die we hier verder te bespreken hebben? Ik ga hiermee aan de slag, want het symptoom dat komt vaker voor. Benieuwd wat ik ervan vind. Nou, dit vind ik ervan. Ik denk sowieso dat iedereen die de helpaholic in zichzelf flink ontwikkeld heeft dit herkend. Dus mensen met een helperholic, die kunnen in principe moeilijk complimentjes ontvangen. Dus jij ook, maar ook iedereen die hier naar kijkt, een complimentje ontvangen gaat maken dat je je ongemakkelijk voelt. Want jij hebt namelijk voorwaardelijke liefde gehad. Dat betekende dat alleen maar als je geeft, dat je dan liefde terugkrijgt. Beetje waardering. He, maar dus, er zit dus een kernverwonding. Er zit een verwonding op voorwaardelijke liefde. De liefde die je vroeger kreeg was voorwaardelijk. Dus daarom heb je dus veel dieper te gaan dan naar de oppervlakte van dit patroon te kijken en te denken van ja, potverdorie, ik word gestrest en allergisch en waarom kan ik dat nou nog niet? Er is een innerlijk kind in jou. En misschien is het goed om daar gewoon eventjes contact mee te maken. Als je wilt, sluit je ogen, ook voor de mensen die dit herkennen, sluit je ogen en merk eens op als je hieraan denkt. Als je dit gehoord hebt, is het al geactiveerd in jezelf, dit patroon. Maar merk maar eens op hoe je dat zelf doet als je een compliment ging ontvangen. Waar in je lichaam is dit geactiveerd? Geactiveerd betekent simpel, let eens op de energie. Het kan zijn een emotie, het kan zijn een gevoel, maar vaker nog gewoon een fysieke sensatie. Want zeker als je, net als Erik, dus de avoider hebt ontwikkeld, dan zijn deze gevoelens ook nog eens een keertje bedekt. Maar ze zullen zich voordoen in je lichaam. Dus voel eens in je lichaam, waar ben je geactiveerd? Soms is dat hier bij je hart. Ja, zeker als er wrok bij is gekomen, is wat Erik beschreven. Die vervelende kinderen die gaan pesten en voor lul gaan zetten. Dan komt er wrok. Dus dat kan een van de eerste lagen zijn die geactiveerd wordt. Het kan zijn dat de zonnevlecht geactiveerd wordt. Waarbij je op een gegeven moment die gevoelens aan gaat snoeren. Bijna als een ritssluiting. Heel veel vrouwen hebben dat. Ik weet niet of jij dit hebt, Erik, maar heel veel vrouwen hebben dit. Die hebben een gevoel bij de zonnevlecht alsof daar een rits in zit. Of die net te strak is aangetrokken. Dat doen we als kindjes om die lastige gevoelens uit de buik, waar je natuurlijk ten diepste
liefde ontvangt. Het was de eerste plek waar je liefde ontvangt. Daar zit je navel. Ja, via de navelstreng was je verbonden met de moeder, was je één met haar, was je symbiotisch. Daar was de liefde nog onvoorwaardelijk. Daar werd je gevoed, daar werd je omhuld, daar was je warm, daar was je veilig. En dit is ten diepste waar dit over gaat. Het gaat over veiligheid. Dus als je dit bemerkt, als je merkt, oké, ik ben geactiveerd op één van die gebieden, bij mijn hart, bij mijn zonnevlecht, bij mijn buik, dan leg je je handen erbij. En dan onschuldig je als eerste dit kind. Want die schaamte komt bij dat innerlijke kind vandaan. Die innerlijke criticus komt bij dat innerlijke kind vandaan. En op het moment dat je er dus meer over weet, hè, als je dus weet dat dit patroon tot stand is gekomen, doordat er geen onvoorwaardelijke liefde is, kan je dat woordje probleem weghalen. Kan je zeggen, oké, ik heb geen probleem. Ik heb een innerlijk kindje wat verwond is. Dit heeft mijn aandacht nodig. Dan leg je je handen erbij bij een van die gebieden. Dan ga je er gewoon zachtjes naartoe ademen. Met je ademhaling voed je het innerlijk kind met de energie van hier en nu. Vaak als we dit soort verwondingen hebben, dan houden we op met het te voeden. Dan hongeren we dat kindje uit met zuurstof. We gaan veel hoger ademen. Zeker als je getriggerd wordt in zo'n thema. Dan ga je heel hoog en oppervlakkig ademen. Dan ga je jezelf verdedigen. Daar kan je gerust je hele leven in zitten. Totdat je op een gegeven moment zegt, ik stop daarmee. Ik stop daarmee überhaupt om te zeggen dat het kind een probleem heeft. Het kind heeft geen probleem. Het kind heeft akelige dingen meegemaakt. Het heeft geen onvoorwaardelijk liefde gehad. Die ga ik nu geven. En dat doe je heel simpel met je handen. Met je handen geef je veiligheid. En met je ademhaling die je wat dieper maakt door je neus. Naar dat gebied waar je die activatie voelt, waar je die fysieke sensaties voelt, dat geeft je jouw energie. En het kan zomaar zijn dat dat pijn gaat doen. Het kan zomaar zijn dat er verdriet omhoog komt. Het kan zomaar zijn dat je er boos van wordt. Het kan zomaar zijn dat je er heel angstig van wordt. En dan is dat een ongelooflijk mooie gelegenheid om met die delen van jezelf te verbinden. Met je ademhaling. Ademhaling brengt het naar hier en nu. Kennis die je net gekregen hebt, brengt je naar hier en nu, voed je hersens op. Er is niks mis met mij, er is iets misgegaan. Dit was een ongeluk. Mijn ouders konden dat niet geven. Jouw moeder kon dit niet geven, want die had zelf trauma. Dat betekent dat je het allemaal als kindje in je eentje op gaat lossen. Dat ga je nu doorbreken door dat innerlijk kind onder je hoede te nemen. Onder je hoede, letterlijk, met je handen. En dit ga je gewoon regelmatig doen. Dus we gaan stoppen met innerlijk kind een probleem noemen. We gaan het probleem identificeren. En dat probleem is 40, 50 jaar geleden begonnen. Ja, daar is te weinig onvoorwaardelijke liefde voor je geweest. Aandacht, bewondering, complimentjes die echt waren. Het innerlijk kind wantrouwt. En wantrouwen is een aspect van angst. Het kindje heeft diepe angst gehad. En die waakt er wel 10 keer voor om liefde nog toe te laten. Ja. En dan erken je. Gaan we naar sleutel nummer 3, waar ik jullie op de opleiding tot het vervelend toe mee plaag. Sleutel nummer 3. Erkennen. Dit is het landschap. Dan haal ik het nog een keertje. Er is geen probleem. Ook al heb ik er nu als volwassene wel last van. Dat is iets anders. Dus ik wil niet zeggen dat je er geen last van hebt, maar het is geen probleem. Het probleem is destijds ontstaan. Ja, de ouders van jou in dit geval en van anderen, ja, die hadden de taak in dit leven, als ze emotioneel volwassen genoeg waren, om een goed genoeg papa en mama te waren. Dat is hun taak. Die hebben ze niet goed genoeg kunnen doen. Mama was zelf getraumatiseerd, papa waarschijnlijk ook, of waarschijnlijk was je vader afwezig, of misschien juist wel heel stevig. Ik weet niet. Maar in ieder geval, die ouders konden je dat niet geven. Dat is een hartstikke vervelend gegeven. En daar heb je mee te zijn. Dus dan onschuldig je het innerlijk kind. Je onschuldigt het innerlijk kind door je hier bewust van te worden. En je moet dit soort dingen vaak nog veel vaker horen. Met die oude patronen van de innerlijke criticus en van die schaamte die je dan om de oren slaat. Die zijn allemaal enorm ontwikkeld in je hersenen. Die moeten echt veel van dit soort voeding hebben. Daarom maak ik ook heel veel van dit soort filmpjes. Zodat je iedere keer eraan herinnerd wordt. Er is niks mis met jou. Er is iets misgegaan destijds. Je krijgt niet de juiste voeding, niet de juiste ondersteuning.
niet de juiste emotionele zorg, niet de juiste aanmoediging, niet de juiste bewondering. Complimentjes die worden daardoor heel akelig. Jouw innerlijk kind wordt daar bang van. Die denkt, oh nee, daar gaan we weer. Ja, dan komen die oude herinneringen, die komen vaak boven. Niet als een plaatje in je hoofd, maar als een traumarespons in je lijf. Dat noem je een emotionele flashback. Jouw innerlijk kind weet genoeg. Ja, dat zal straks wel weer. Oké, Lars, die geeft me nu een compliment. Straks zal die er wel weer iets lulligs over zeggen. Net als die klootzakken toen destijds. Hè, ik gebruik even jouw woorden. Daar is het kind gewoon boos over. Die wilde gewoon geliefd zijn. Die wilde net als iedereen erbij horen. En gewoon weten dat die oké is. Ja. Daar zit je verwonding. En als je dus een compliment krijgt, krijg je van iemand liefde. Iemand bewondert iets in je. Of jouw maat, of ik, of andere mensen. Mensen die dit kijken. Jongens, als je Erik een compliment wil geven voor de waanzinnige beweging die hij heeft gemaakt, de waanzinnige zielsbeweging, doe maar in de comments. Laten we Erik bestoken met liefde, met complimenten, want je verdient dit. En je mag nu naar een plaats toe gaan groeien, als je hier van de pijn gaat voelen. Ik bedoel dit niet om je te plagen, Erik, absoluut niet. Ik hoop niet, je kent mij een beetje. Ik noem dit tough love. Ja, je mag hiermee geconfronteerd worden dat mensen jou gaaf vinden. Dat ze je gewoon een toffe vent vinden, dat ze jouw zielsbewegingen bewonderen. Je mag daar de pijn van gaan voelen, van de allergie die je noemt en de stress en de traumarespons die dat geeft, de emotionele flashback die je daarvan krijgt. Ga die maar uiten. Ga hier maar ademwerk mee doen. Laat die trigger maar komen, laat die activatie maar komen en kijk maar wat er allemaal uit wil komen. Misschien nu zelfs wel als je dit hoort. Wat komt er uit? Wat wil er uitkomen? Wil dat bange kind in jou, dat jongetje die daar zo klem zit en die zo bang is geworden van de liefde van anderen. Misschien wil die wel schreeuwen, misschien wil die wel spartelen, misschien wil die wel schoppen. Misschien wil die wel zijn energie gaan maximaliseren. Uit de beweging van ik onderdruk het, hè, van de avoider, van de vermijdende hechtingstijl. Van oké, niemand maakt mij meer wat, ik trek me terug. Hè, uit de beweging van de control freak, die op een gegeven moment heeft gezegd, oh ja joh, nou, als je dat nog een keer doet, dan pak ik je. Ik heb niemand meer nodig. Ik heb geen liefde meer nodig. Maar ook uit de beweging van die helperholic. Ja, dus die zegt, oké, als ik dan toch een beetje liefde nodig heb, nou, dan ga ik wel heel aardig doen en iedereen adviseren en goede dingen zeggen en anderen bewonderen. Ik kan dat zelf niet ontvangen, maar als ik het nou maar een andere geef, dan komt het misschien met een omweggetje bij me terug. Doorzie die bewegingen. Nogmaals, daar is niks mis mee. Dat zijn we allemaal als je uit zo'n nest komt. Wat chaotisch is, wat dysfunctioneel is, waar papa en mama het gewoon niet in huis hadden om je dit te geven, zijn we dit gaan doen. Ja? Dat maakt, als je dat beseft, dat het hier in je hoofd al helderder wordt, maakt dat we het probleem op kunnen lossen, doordat er geen probleem is. En dan kan je een verbinding maken met binnen, met je kindje. Je kan het onschuldigen, je kan ook letterlijk zeggen, lieverd, jij hebt hier geen schuld aan. En wat die schuld, dat heb jij niet genoemd, is ook torenhoog. Als jij deze archetypes hebt ontwikkeld, dan is je schuld en je schaamte. Dat zijn eigenlijk ook weer twee keerzijden van weer dezelfde medaille. Die is vaak torenhoog. Dat schuld wordt gedragen door jouw innerlijk kind. Dat heb ik je ook in laten tekenen. Die is helemaal weggekropen en die kan die last bijna niet meer dragen. En daarom heb jij dit als volwassene naar binnen te laten weten. Lieverd, jij hebt hier geen schuld aan. En als je voortaan nog steeds geen complimentje kan ontvangen, is dat gewoon helemaal oké. Kan ik dat misschien zelfs wel tegen die ander zeggen van, ik vind het lief bedoeld van je, maar ik kan dat niet. Dan hoeft jouw vriend ook niet boos te worden op je, dat je hem wegduwt of niet binnen laat komen. Je kan dat gewoon nog niet. Mag dat? Je hebt heel veel meer nog niet gekund en dat kan je nu wel. Ja, dus je gaat met deze zachtheid, met die zachte beweging, met deze zachte vrouwelijke beweging, de andere is een mannelijke beweging. Jezelf gaan manifesteren in de wereld, dat doe je al. Maar nu ga je de beweging zachter maken naar binnen toe. Dus het zijn ook weer yin en yang. Hier heb je ze. Yin en yang. Hè, die ga je in jouw ontwikkeling brengen. Dus je zachtheid naar jezelf. Stevige mannelijkheid naar buiten om je missie neer te zetten. Je zielspad te volgen. Maar dan wel wetende dat er van binnen een kindje zit wat er doodsbang voor is. Doodsbang is voor de oordelen. En de beoordelingen van anderen die dat, ook al doen ze het met de liefste bedoelingen, interpreteert hij als gevaar. Dat mag gaan stoppen. Dat mag langzaam in jouw tempo gaan transformeren. Dat doe je met je handen, doe je met je ademhaling. Dat doe je door erover te communiceren.
naar jouw vriend. Van, hey, ik was te kwetsbaar. Ik kan dat niet ontvangen van je. Of naar mij mag je dat zeggen. Of naar anderen die jou gaaf vinden, die je geweldig vinden, die jou een complimentje geven. Mag je voortaan zeggen, hey, oh ja, ja, ik hoor wat je zegt. Ik kan dat nog niet binnen laten komen. Ik ga het meenemen. Dankjewel. Dit is het voor vandaag. Dit is wat ik je nu te bieden heb op dit thema. Laat maar weten in een mailtje of in de comments wat je ervan vindt. Of dit klopt voor je. En ja, met veel liefde. Tot de volgende keer.